actie. Cultuur in actie. Mijn laatste shift zit er bijna op. Hierna gaat Gijs Staverman het stokje van mij overnemen. De stand is op dit moment 225.120. En aan tafel zit inmiddels Wout Panes. Ja. Hartelijk welkom. Dank je wel. Jij bent student lichtontwerper. Ja, klopt. Ja. Bijna afgestudeerd. Ja, ik moet deze maand mijn diploma tekenen. Dus ja, spannende tijd om af te studeren, moet ik zeggen. Afstudeerproject wel nog kunnen doen? Ja, dat was gelukkig in november uit mijn hoofd. Wel met wat gedoe er rondomheen, maar dat had niks met corona te maken. wel absoluut veel minder kunnen bereiken dit jaar dan ik had willen doen en had gehoopt. Maar toch nog zonder studievertraging kunnen afstuderen. Dus dat is in ieder geval fijn. Maar dan, een leeg gat waar je tegenaan kijkt. Ja, hoe gaat dat? Hoe doe je dat? Ja, dat is heel lastig. Het is zeker in ons deel van de branche heel gebruikelijk om freelance aan de slag te gaan. Mm-hmm. En dat is ook iets wat ik de afgelopen jaren al naast de studie deels heb gedaan. Maar dat is nu natuurlijk heel lastig. Sowieso, je bent nog niet heel erg ingewerkt in de, in het netwerk, in de cultuur, noem ik het even. Ja. En dat maakt het extra lastig om op zo'n moment dan die wereld in te moeten. Want je staat natuurlijk nergens op plek 1. En er is al veel minder te halen. Dus dan komen wij als laatste. Ja, precies. Je bent bang, we gaan eerder voor Pelle Herfst of noem ze maar allemaal. Ja, precies. Ja. Dan dat we Wout Panes gaan opbellen om te vragen om het licht te ontwerpen. Ja, nou, en het is natuurlijk nooit zo dat je, als je net bent afgestudeerd, meteen aan de top staat. En dat is ook helemaal niet erg. En ik ben hier ook niet om een zielig verhaal op te hangen over hoe lastig de studenten het hebben. Maar het is wel zeker iets waar ik me zorgen om maak voor mezelf. Mm-hmm. Maar ook voor alle andere studenten die dit jaar afstuderen. Maar ook zelfs voor de studenten die in de komende paar jaar afstuderen. Ja. Want ik denk dat er echt wel een bepaald slagveld gaat plaatsvinden in de cultuursector. Had jij, stel, want je bent op een gegeven moment, dacht je van, nou, ik ga de studie lichtontwerp doen? Of misschien wel eerst gewoon techniek en later... Nee, ja, het is begonnen als klein jongetje toen ik zelf op de planken stond om te spelen. En uiteindelijk langzamerhand steeds meer in aanraking gekomen met de hele wereld daar rondomheen. En ontdekt dat ik dat eigenlijk veel interessanter vond. Dus zodoende ben ik daar een beetje ingerold, leerde ik wat technici kennen. En uiteindelijk heb ik deze studie gevonden en heb ik selectie gedaan, ben ik aangenomen en ben ik die gaan doen. Ik vind het super leuk om te doen, ook nog steeds. Het voelt voor mij echt als mijn hobby en niet als mijn werk. Maar het is wel nu een lastige periode. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Zou het ook zo kunnen zijn dat, stel dat jij 4 jaar geleden moest je nog aan die studie misschien beginnen. Ja. Dat jij had gedacht, nou, dan toch maar het zekere voor het onzekere? Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Je had het natuurlijk nooit kunnen voorspellen op dat moment. Ik was tegelijkertijd ook al ingeschreven bij de TU Delft voor een studie industrial design. Toch, hè? Okay. Ja, het is toch een beetje de combinatie van creatief en technisch. Ja. Maar ja, misschien had ik dat dan wel gedaan. Als ik dat op dat moment had geweten. Hoewel ik er nog steeds geen spijt van heb. Laat ik dat ook vooral voorop stellen. Nou, gelukkig maar. Ja. Want ja, het is natuurlijk een hele onzekere tijd. Maar we gaan natuurlijk uiteindelijk er wel vanuit dat het linksom of rechtsom weer goed moet gaan komen. We hopen het. Ik zie op zich een hele hoop interessante initiatieven ontstaan. Dus noem dus een aantal. Heb je er misschien zelf ook een aantal? Nou ja, sowieso projecten die nu in juni of in augustus zouden spelen, die zijn dan een beetje opgeschort. En die er nu voorzichtig beginnen mensen toch weer te roepen. Nou oké, september durven we het wel weer aan voor iets minder mensen en dan iets vaker spelen. Dus dat is fijn. Mijn agenda is ook niet leeg. Maar het is absoluut nog niet voldoende om mijn huur van te betalen. Nee. Maar wat voor projecten heb je dan bijvoorbeeld over? Een locatievoorstelling. Volledig geproduceerd door eigenlijk oud-studenten van de Academie voor Theater en Dans. Helemaal
uit eigen initiatief en onafhankelijk. Okay. Dus zonder fondsen, dat soort dingen. Dat zou nu ongeveer plaatsvinden. En dan ga je gewoon je opbrengst is dan ook gewoon je salaris. Dus dan ga je het allemaal, de investering doe je? Dat is sowieso al een risico natuurlijk. Ja. Tegelijkertijd doe je het ook gewoon omdat je het leuk vindt. Ja. En dat gaan we nu proberen in september nog steeds neer te zetten. Mogelijk in een andere vorm, op een andere locatie, maar dat gaan we allemaal nog zien. Tegelijkertijd, ik zie bijvoorbeeld ook, als we naar de grotere sector gaan kijken, naar de evenementen. Mm-hmm. Er zijn nu een aantal bedrijven en freelancers die hebben samen de handen ineengeslagen om in de AFAS Live een soort algemene setup te maken waarin je alsnog evenementen kan laten plaatsvinden, maar dan corona-proof. Super tof initiatief. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ik ben er zelf niet bij betrokken, dus ik weet ook niet het fijne ervan. Maar dat zijn wel de dingen waarvan ik denk, we moeten nu gewoon risico nemen en gewoon een beetje durven. En het zou heel fijn zijn als de overheid ons dat ook toestaat om die risico's te nemen. En om te zeggen, tuurlijk, niet alles kan, maar we moeten wel, ik bedoel, carré 100 man, dat is niet te doen. Je hebt nu het Markant Theater in Uden heeft een prachtig plan opgesteld. Goedgekeurd door de TÜV, waardoor zij uit mijn hoofd volgens mij tot 70% van hun capaciteit alsnog kunnen de grote vervullen. Zaal daar. Ja. En hoe is dat? Weet je hoe dat gaat? Ja, met plastic schotten, dat soort dingen. Alleen is het probleem dat het nu nog niet mag, omdat je nog steeds aan die 100 man zit. En ik denk dat het nu wel tijd is om naar dat soort initiatieven te gaan kijken. En te hopen dat we dat soort dingen kunnen gaan toepassen om toch op een veilige manier iets, met iets meer publiek wel theatervoorstellingen te kunnen maken. Je bent hier en je vertegenwoordigt een groep. Ja. Natuurlijk een hele lastige vraag, maar ja, ik stel hem je toch. Voor hoeveel man zit jij hier? Ja, eigenlijk zit ik hier namens alle kunststudenten in Nederland. Maar dat is iets te breed en iets te groot. Dus ik hou het even bij mijn eigen opleiding. De Bachelor Design en Technologie. En de bijbehorende Associate Degree. En dat zijn nu 47 studenten. 47 studenten, die tellen we erbij op. Dan komen wij op 225.067. Daar staan ze erbij. Even kijken naar de toekomst. Stel dat alles goed gaat. Waar droom jij van? Waar ben jij over 5 jaar? Die vraag is me al heel vaak gesteld. Ik stel hem je gewoon weer. Ik heb nog steeds geen heel goed antwoord. Nee, ik. Het hoeft geen goed antwoord te zijn. Hoop vooral heel veel verschillende dingen te kunnen doen. Dat heb ik nu in mijn studie ook gedaan, ook met mijn stages. Ik probeer van alles, theater, zowel gesubsidieerd als commercieel, evenementen. En ik wil ook graag zo breed blijven dingen doen. Als ik een ding zou noemen, het Eurovisie Songfestival is wel een soort guilty pleasure, denk ik. Oké, we zetten lekker laag in. Het Eurovisie Songfestival. Nou ja, ik bedoel, dat is natuurlijk een hele mooie ambitie. Ik zou zeggen, veel geluk ermee. Het kan nog. Dit jaar was te laat geweest. Want dit jaar precies. Maar volgend jaar, wie weet. Wie weet, ja. Lichtdesign, Wout Panis. Het zou heel erg mooi zijn. In ieder geval fijn dat je er was. We hebben er 47 studenten bij opgeteld. Top. Ik wil je vragen als laatste je handtekening op de muur te zetten en ik wens je alle goeds in de toekomst. Dankjewel. Dankjewel, Wout.